Hoi Steenbok, welkom bij je maandvoorspelling juni. Mijn naam is Annemiek Nu, Anna met twee A's. En ik was zo bezig met de bloemen. Even ga ik dat wel leuk vinden en zo, dat ik helemaal de kaarten vergeten ben. Wacht even. Oké, Steenbok. Juni, Steenbok juni. Ik post altijd zo ruim van tevoren, omdat ik gezien heb dat mensen zich dan voorbereiden. Je hoort daar al wat er kan gaan gebeuren. En dus pak je de zaadjes op van die gebeurtenissen, die mogelijkheden, die kansen, die verbeteringen, die resultaten, dat succes, gezondheid, liefde, geluk, wat in juni dan kan gaan, tot bloei kan gaan komen. Oké. Koningin van Staven. Nou, ik denk eigenlijk dat jij dat bent, maar dat hoeft natuurlijk niet. De kaart nummer 5, de hoge priester. Oh, jemig! Hoge kaarten voor jou. Hoge kaarten. De energie gaat hoog voor je zijn. De magier er ook nog bij. Oh, dat de energie hoog is, is gaaf. Er gaat dus meer gebeuren. Er is meer mogelijk. Vandaar ook dat ik jou dat vertelde. Dus voor het eerst dat ik dat zei, van dat zaadje en het tot bloei kunnen komen. Want er is ook een aspect van die hoge energie, dat je buiten adem kan raken. Dat je, hoor je mijn stem nu ook langzaam weggaan. Dat je, nou ja zeg, dat je niet meer weet waar je die energie vandaan haalt. Dat je bij jezelf nagaat van, heb ik misschien 10 liter koffie op vandaag? Heb ik vreselijk veel repen chocola vandaag gegeten? Waarom ben ik zo hyper? Dat is dus omdat er is meer vibratie, meer licht, meer gemak, meer kracht, meer energie. Waar het voor jou dan ook maar over gaat. Dit is echt fantastisch. Ik heb dus de magier. De magier die gaat erover dat je alles in huis hebt wat je maar nodig hebt om iets neer te kunnen zetten. Misschien heeft het te maken met je huwelijk. De 5. Zeg ik het weer, hè? De hoge priester. Maar kan ook heel goed te maken hebben met andere contracten. Met dienstbaar zijn. Adviezen. Misschien ben je coach. Of dat je aan het zoeken bent naar je roeping. Van waarom ben ik hier op aarde? Wat moet ik in dit leven doen? Of überhaupt misschien wel, waarom zijn we hier allemaal? Je hebt niet alleen dus de vaardigheden ertoe. Je hebt niet alleen de middelen ertoe. Misschien heb je hier en daar wat geld ervoor nodig. Maar je hebt dus ook de energie ervoor. Of het licht ervoor. De moeiteloosheid ervoor. De tijd ervoor. Het gemak ervoor. Nogmaals, alles wat je maar nodig hebt. Alles is hoger. Het is meer. Het is lichter. Kijk, er zit ook heel veel geel in de kaarten. Wat gaat over optimisme. De koningin van Staven die heeft een verrukkelijke zonnebloem bij zich. Die gaat over zonlicht. Over jij straalt zonlicht uit. Jij gaat zoveel meer naar buiten. Socialiseren. Maar op een fijne manier. Mensen zien jou staan. Mensen luisteren naar je. Kijk wel uit. En diegene over wie dit gaat. Ik denk dat je al wel weet dat ik het dan over jou heb. Niet dat ik persoonlijk weet over wie dit nu gaat hoor, Steenbok, maar wel dat jij dat van jezelf al weet. Kijk uit dat je niet... Het zou kunnen zijn dat je je populair gaat voelen. Dat echt iedereen naar jou toe gaat komen. Misschien dat het zakelijk is, misschien dat het vriendschappelijk is. Die kans is groter dat het over iets vriendschappelijks gaat. Of iets in de maatschappij, iets in de wijk waar je woont of zo. Maar, of in het land waar je woont. Op het eiland waar je woont, moet ik specifiek nog zeggen. Maar dat je niet daarom misbruik gaat maken van je macht. Misbruik gaat maken van je positie. Dat je dus mensen niet gaat kleineren. Dat je mensen niet gaat manipuleren. Jij hebt dat namelijk niet nodig om je goed te voelen. In elk geval niet in juni. Je hebt het niet nodig om je elleboog te gebruiken om in de spotlight te blijven. Zoals hier nu letterlijk. Van als dit zo gaat gebeuren, zien jullie mij niet meer. Maar het is niet nodig om mijn elleboog hier te gebruiken. Nou, dat staat symbool
voor bij jou. Ook als je bij mij komt voor een healing, dan zijn er twee lichamen om jouw systeem schoon te maken. Ik voel alles, weet alles wat jou is overkomen en waar je doorheen gegaan bent en waar je doorheen gaat. En dit, dat met die elleboog is niet voor niks. Misschien ga je ook je elleboog stoten heel hard in juni. Hopelijk herinner je deze reading dan weer en dat je hem weer eventjes terug gaat beluisteren. Oké, want hier zit echt heel erg veel voor jou in. Nog meer over die goede positie die je gaat innemen in juni. Namelijk, zij heeft een heel simpele troon. Zie je dat? Is echt heel eenvoudig. Beton, punt. Daar komt het eigenlijk op neer. Meer dan beton is er niet. Maar je hebt dus ook niet meer nodig. Dus dat gaat dus ook weer over je hebt die elleboog, heb je niet nodig om die bloemen, om die vriendinnen of iemand aan de kant. Je hebt het niet nodig om iemand aan de kant te duwen. Moet je eens eventjes kijken hoe prachtig ze alle drie. Echt super mooi. Nooit eerder gehad, maar ik heb deze combinatie dan ook nog nooit eerder gehad in een reading. Ze hebben alle drie hun hand, dezelfde hand, omhoog. De koningin van staven niet echt, maar die stok die torent wel boven haar uit zelfs. Dus vooral bij deze twee kan je het zien. Ze hebben de hand, de rechterhand hebben ze omhoog. Het is voor de meeste mensen de actieve hand. Dus er kan heel veel gebeuren. Je kan heel veel gedaan krijgen. Je kan heel veel gaan doen. Maar blijf dus wel voor ogen houden dat je niet meer gaat doen. En zeker niet iets gaat doen ten koste van een ander. Want je hebt een afspraak. Of met een ander. Of met jezelf. Dat je aardig zou zijn tegen anderen. Dat je zou zorgen voor iemand. Misschien met afspraak bedoel ik bijvoorbeeld dat iemand je kind is. Nou, dan heb je een onafgesproken afspraak, namelijk dat jij voor dat kind zorgt. Ik bedoel, dat houdt het in om ouder te zijn. Dus zorg je voor. Je zorgt dat hij eten heeft, dat hij liefde krijgt, vastgehouden wordt, etc. Oké, wat wil ik hier nog meer over zeggen? Wat wilt u dat ik zeg? Oh, ik zie die kat nu. Die kat, daar wil ik nog iets meer over weten, want dat is belangrijk voor je. Die kat, waar staat die kat voor? Voor jou, steenbok. In juni. Nee, te veel kaarten. Weet je, in juni ga je charmant zijn. Je gaat geliefd zijn. Mensen waarderen jou om dat wat je gedaan hebt. Of om dat wat je bent. Het is echt verrukkelijk hoor. Misschien dat dat dus wel de reden is dat je het bij jezelf gaat zien. Van wow, ik heb dit inderdaad. Ik ben een koningin. Ik heb het geweldig. Ik waardeer mezelf. Waardoor je dus een hogere lichtfrequentie, hogere vibratie gaat krijgen. Vibratie gaat krijgen. Ja. Weet je, zowel de koningin van staven als de magier gaan erover dat je getalenteerd bent. Hè? Dus ga er iets mee doen. Maar dus wel, ik moet het nog een keer zeggen lieverd, wees genadig. Deze kaart gaat over genade, wees genadig. Deze kaart gaat over iemand die aardig is, iemand die goed is. Wees genadig naar andere mensen toe. Weet je, ook als zij jou dus niet meteen 1, 2, 3 helpen in jouw proces. Ik moet een ander dek hebben, deze doet het niet meer. Batterij is op. Ik moet hem weer opladen. Die kat was ik mee bezig. Deze kaart is zo leuk. Heb ik zelf geschilderd. Het is uit mijn eigen dek. Dit is de achterkant van het dek. Wat ook een tekening van mij is. Er zit een heleboel hier zo in deze kaart. Daar waar je oog het eerst op valt is een thema voor jou in juni. Gaat belangrijk voor je zijn. Is het de slang? Transformatie. Is het het bootje? Een reis. Of je gaat je bewegen van de ene plek naar de andere. Misschien een verhuizing of in huis iets veranderen qua kamers. Dat kamers een andere plek, een andere, hoe zeg je dat, functie krijgen. Rust. Rust. Misschien zie je haar het eerst badderen. Misschien zie je als eerste de borsten. Dat staat voor geven en nemen. Nou, dat is eigenlijk waar ik het over gehad heb. Dus je kan heel goed staan. Maar wat ga je
je kan heel veel aannemen in juni, maar wees wel aardig, blijf wel aardig. Welke talenten ga je oppakken en welke ga je uiten? Wat ga je delen? Je gaat in elk geval je wensen uiten en dat is helemaal prima, dat is helemaal prima. Wat valt je hier op? Er is ook een, die slang, die heeft een tasje vast met appeltjes erin. Weet je wel? Een verwijzing, een komische verwijzing naar Eva, de eerste vrouw. Dus zij ook, hè? Er is passie hier zo. En hier is ook passie. Die borsten staan voor passie, voor het willen geven en ontvangen in de slaapkamer, in bad. Ik vind het vreselijk in bad, maar om samen met iemand in bad te zitten. Maar laat staan daar dingen te gaan doen. Maar goed, ieder zijn eigen smaak. Maar ook in de keuken, in de woonkamer, buiten wandelend, et cetera. Ja. De kat, de zwarte kat, de kleur maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je de soepelheid hebt. Dat je gemakkelijk, wat ik ook eerder zei, kan bewegen. Je kan gemakkelijk bewegen van de ene kamer naar de andere kamer. Maar ook van het ene project naar het andere project. Je kan mentaal kan je gemakkelijk switchen. Dan heb je die aan de lijn. Dan moet je die WhatsAppen. Dan moet je dat bekijken op YouTube. Dan moet je ergens anders informatie vandaan halen. Dan moet je met die collega praten. Dan weer met de baas. Dan weer met iemand die een contract bij jullie getekend heeft. Dan weer contract bij jullie getekend. Het gaat maar steeds heen en weer. Maar je hebt de souplesse ervoor in juni. Waarom deze reading belangrijk is, en ik hem nu dus al post en je hem allicht al van tevoren bekijkt, is dat je dat beseft. Dat je dus niet denkt, wow, wat komt er een boel op me af. Ik voel me verdrinken. Ik voel me overweldigd door alles wat op me afkomt. Al dat water, misschien viel al dat water jou op als eerste. Dat gaat het niet zijn. Je gaat niet verdrinken in al je activiteiten, in de drukte van je gezin, in de drukte van je sociale leven of alles wat je wil gaan doen. Dat is niet zo. Want, nogmaals, yo! Jij staat hartstikke stevig. Je hebt die vuist omhoog. Yo! Weet je? En deze kaart, ik vind het zo grappig. Het ontstond als vanzelf dat zij haar handen, haar armen zijn de rand van het bad, zie je dat? Dus zij baddert in zichzelf. Dus uiteindelijk wat de grootste winst is voor jou in juni, en dat vind ik geweldig voor je steenbok, is dat je ten eerste uit die emoties kan komen, mochten er veel emoties naar boven gaan komen, als dat water jou als eerste opviel. Maar vooral ook dat je gaat beseffen, hey, alles is al in mij. Alles heb ik al. Ik heb alles al wat ik nodig heb om dit of dat, zus of zo, te doen of te ontmoeten. Of om iets te vragen of om iets te geven, iets te ontvangen, et cetera. Gaaf hoor. Ik voel me heel rustig. Dus het is enerzijds ook wel, yo, dat moment gaat ook wel komen. Herken het alsjeblieft, dus pak het dan ook op, hè. Maar het is ook, het gaat je juist ook een rust geven van, ja, ik kan dit nu eenmaal. Ja, ik heb goede connecties. Ik heb goede contacten. Ik ben aardig. Ik kan genadig zijn daar waar ik misschien vroeger hard was. Ik heb het goed. Ik neem pauzes genoeg. Ik geniet. Ik eet lekkere dingen, maar ik kan, hoe zeg je dat? Ik hou wel maten. Hier namelijk, hier zo, op het bad, op de rand van het bad, daar staan dus een aantal muffins. Kan je het zien? En er is ook een vogeltje op het bad. En die staat natuurlijk voor vrijheid. Maar je gaat merken van, hey, ik hoef andere mensen niet weg te duwen om me vrij te voelen. Het zit in mijzelf. Je gaat erachter komen. Dit is echt zo fantastisch. Je gaat je echt heel erg goed voelen. Dit is niet alleen juni hoor. Dit is juli, augustus, september, oktober, november. Ja, omdat je dit gaat inzien. Ik hoop dat je het gaat inzien. Dat op het moment, je hebt de kans, de mogelijkheid, de energie is er naar. Omdat er dus heel veel energie voor jou is. Ja, of licht, of hoge frequentie, vibratie, vibridratie, hoe je het maar wil noemen. Anyway, genoeg hè.
Heel veel liefs. Dankjewel voor het kijken. Waardeer ik enorm. Net als de berichtjes hieronder. Het abonneren, het liken van de clips en het doorsturen van de clips. Dank jullie wel. Ciao!